Goedemiddag, Nationaal Ouderenfonds. U spreekt met Corinne de Jong. Bij het Nationaal Ouderenfonds kennen ze de verhalen maar al te goed van mensen die met een smoes bij ouderen proberen binnen te komen. Maar de omvang van het probleem is op dit moment nog niet bekend. Cijfers zijn niet echt goed bekend, omdat ouderen geen aangifte doen omdat ze zich schamen of omdat ze denken dat de politie er toch niet zo heel veel mee doet. Daarom starten wij ook vanaf volgende week een enquête om in kaart te gaan brengen hoe groot het probleem nou eigenlijk is. Uit de verhalen die wel naar buiten komen blijkt in elk geval dat oplichters steeds geraffineerder te werk gaan. Het wordt steeds professioneler en uitgekookter. Mensen hebben echt een uniform aan en hebben precies de goede badges. Het wordt bijna niet meer te doen om te zien of iemand nou een echte is of een neppert. Daarom raadt het Ouderenfonds aan om niemand zomaar binnen te laten. Hoe echt het uniform of het pasje er ook uitziet. Daarom roepen we ook op dat mensen een afspraak maken met degene die voor de deur staat, dat die persoon terug moet komen en dat dan even gebeld kan worden met de organisatie of die persoon echt is of nep.